Goedemiddag allemaal. Welkom bij het seminar Circular Afvalmanagement van het eerste online Groene Paper gebeuren hier in Nederland. Groene Paper is het duurzaamheidsevent voor het onderwijs van de toekomst. En leuk dat jullie er zijn. Inmiddels al 45 mensen. Super dat jullie deelnemen. Dit is een onderdeel van 18 webinars waarbij dit nummer 13 is. En op de laatste dag morgen zal keynote Haya Yacoubi het hebben over hoe we een groene reset kunnen laten plaatsvinden. En je hebt dan ook de uitreiking van maar liefst 3 awards. De duurzaamste lector, de duurzaamste scriptie en de duurzaamste instelling. Dus allemaal kijken morgen. Bij dit webinar hebben we een chat moderator. Dat is Jennifer van Dijk. Misschien kan ze even zwaaien. Ja, hoi. Deze webinars die worden opgenomen. Ik moet even naar de volgende dia en ik snap niet dat dat niet gaat. Ja. Dit is het programma. Dadelijk komt Jennifer, dan Ingeborg, dan Rachel. En ik zal eindigen. Het team wat het heeft georganiseerd. Nou, dat is een heel breed gebeuren van WO tot aan MBO. Maar ook het Groene Brein en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Van alles is hierbij betrokken. En Helicon is morgen onze host. Een keer vanuit het MBO. De chat wordt opgenomen, dan weet je dat. En als dat niet bevalt, dan moet je nu vertrekken. Want we gaan deze webinars nog uitzenden na afloop. En als je vragen hebt, zet ze in de chat. Dan kijken we ernaar. Maar we hebben best wel een vol programma. En aan het einde van het programma zullen we de vragen beantwoorden. En wie weet via de mail nog achteraf. Ja? We gaan naar Jennifer van Dijk toe van Rijkswaterstaat. Jennifer, we zijn heel benieuwd wat je gaat vertellen. En dit is een heel mooi project geweest met heel veel partijen. En Jennifer had daar de leiding in en gaat ons eventjes wegwijs maken in hoe dat allemaal heeft plaatsgevonden en wat de lessons learned daaruit zijn. Jennifer, aan jou het woord. Ja, ben ik goed verstaanbaar? Ja. En mijn presentatie is in beeld? Ja. Mooi, dan kan ik beginnen. Ik ben Jennifer van Dijk. Ik werk bij de afdeling afval circulair binnen Rijkswaterstaat. En wij houden ons binnen ons programma bezig met afval circulair, zoals de titel al zegt. Even in het kort hoe dat in elkaar zit. Ik val onder het organisatieonderdeel waterverkeer en leefomgeving. Wij vallen onder de poot leefomgeving. En ik werk dus bij de afdeling afval circulair. En daarbinnen werk ik voor het programma Vang Buitenshuis. Daar ga ik nu ook wat meer over vertellen. En dat doe ik even aan de hand van een klein voorbeeld. En dat gaat over de melkpakken die je links ziet staan. Als je de bovenste route volgt, als je die melkpakken thuis weggooit, dan is het huishoudelijk afval. En als het huishoudelijk afval is, dan is de gemeente daarvoor verantwoordelijk. Je betaalt afvalstoffenheffing en je kan eigenlijk gewoon je van je gescheiden fracties ontdoen of ze worden opgehaald of je kan ze naar inzamelpunten brengen. Nou, voor dat gedeelte hebben wij het programma Vanghuishoudelijk, heet dat. En dat is een programma waarbij we gemeenten eigenlijk ondersteunen om te zorgen dat er beter wordt afval gescheiden, dat er minder restafval wordt veroorzaakt en dat de kwaliteit van die gescheiden stromen goed is. Maar het is een ander verhaal als je nu de onderste route doorloopt, als je datzelfde pak melk bijvoorbeeld op kantoor weggooit of op het station of in een winkel of in een onderwijsinstelling, dan is het bedrijfsafval. En voor bedrijfsafval gelden eigenlijk andere regels dan voor huishoudelijk afval. Want een bedrijf moet zelf zijn afvalinzamelaar en verwerker regelen. En dan wordt het niet allemaal automatisch gedaan. Dus elk bedrijf moet dat voor zichzelf organiseren. En dat is eigenlijk best ingewikkeld. Daarvoor hebben wij ook een programma binnen Rijkswaterstaat. En dat heet Vang Buitenshuis. En dat is eigenlijk een programma wat bedrijven ondersteunt om ervoor te zorgen dat er minder afval ontstaat en beter afval wordt gescheiden. En dan hebben we binnen dit programma gaat het over afval wat qua samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Vang staat voor van afval naar grondstof. Waar wij het dus over hebben is bedrijfsafval wat vergelijkbaar is qua samenstelling als huishoudelijk afval. Dus
drankenverpakking, etensverpakking, GFT, dat soort dingen. Wij noemen dat ook wel KWD-afval, dus afval afkomstig van de kantoor, winkel en dienstensector. En daar valt bijvoorbeeld onder kantoren, stations, musea, de cultuursector, poppodia, maar ook festivals en restaurants, horeca, groothandel, sportclubs en ook, ik denk veel van jullie die hier zitten, onderwijsinstellingen. Wij werken met die partijen en voor die partijen samen om te kijken hoe we hoe ze meer circulair kunnen gaan werken en dat er minder afval ontstaat. Maar we werken ook aan overkoepelende thema's waar eigenlijk al deze partijen mee te maken hebben. En dat gaat over afvalpreventie, maar ook logistieke problemen waar ze tegenaan lopen. We bemoeien ons vanuit onze afdeling ook tegen wet en regelgeving aan. Wij zijn een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En zodoende zijn wij ook een doorgeefluik naar het ministerie. Dus problemen die wij zeg maar in de praktijk met die partijen die wij horen, kunnen wij ook doorspelen aan het ministerie. Wat doen wij dan zo? Nou, zoals ik al zei, we werken met die partijen samen. Maar we organiseren ook lunchlezingen en workshops. We laten onderzoek uitvoeren, we laten tools en hulpmiddelen ontwikkelen. En we bieden ook vaak een podium aan de doelgroep wat zeg maar koplopers zijn. Dus de mooie verhalen laten zien dat het werkt. En waarom doen we dit allemaal? Met als eindelijke doel om de hoeveelheid restafval van bedrijven te halveren. Hier in het midden zie je dus ons doel is minder afval en meer circulair werken van die dienstensector waar ik het over had. Nou, als we even in het cirkeltje rondgaan, we doen dat bijvoorbeeld doordat de wetgeving duidelijk is voor die bedrijven en goed uitvoerbaar. Een voorbeeld wat ik kan noemen is dat komt nu bijvoorbeeld per 3 juli en per 1 juli komen eigenlijk twee nieuwe soorten wetgeving aan. De ene is verbod op een aantal single-use plastics producten. Maar ook statiegeld op kleine flesjes komt er per 1 juli aan. Nou, wij informeren bijvoorbeeld ook onze partners waar we mee werken over wat voor gevolgen dat voor hen heeft. Maar ook wat voor alternatieven ze bijvoorbeeld kunnen kiezen. Als je naar linksonder kijkt, circulair aanbod en zero waste. Wij volgen bijvoorbeeld ook ontwikkelingen rondom herbruikbare food container verpakkingen. Wij laten daar artikelen over schrijven om zo dit ook meer bekendheid te geven. Rechtsboven, we houden ons bijvoorbeeld bezig met slimme logistiek en we volgen daar ook initiatieven. Zo zien we dat er steeds meer kleine innovatieve inzamelaars op de markt komen die naast de grote vertrouwde inzamelaars die er al zijn, zich meer specialiseren in het ophalen van verschillende grondstofstromen eigenlijk, hè, kan ik het wel noemen. Bijvoorbeeld, we hebben het over koffiedik of koffiedrap of sinaasappelschillen waar ze weer dingen van kunnen maken, maar ook GFT. En we communiceren over deze nieuwe innovatieve inzamelaars. We houden ons bezig met gedragsbeïnvloeding. Daar zal Rachel later ook nog wel wat over vertellen. En we hebben bijvoorbeeld ook een cursus ontwikkeld. Een gratis cursus die wij bieden vanuit onze afdeling over wat kun je doen met gedragsbeïnvloeding om bijvoorbeeld of je collega's of je studenten of je personeel zeg maar het gedrag zo te beïnvloeden dat zij minder afval weggooien en meer circulair te werk gaan. En als laatste, we werken dus met een aantal ondernemers, koplopergroepen. Bijvoorbeeld de werkgroep afval zijn we vorig jaar gestart met 17 onderwijsinstellingen waarin we kennis delen, maar ook bijvoorbeeld onderzoek laten uitvoeren. Nou, dit zijn eigenlijk alle deelnemers die aan die werkgroep afval van onderwijsinstellingen meedoen. Nou, zoals je het ziet is een grote groep vanuit MBO is Rob de Vriend van Duurzaam MBO aangehaakt. Een aantal hogescholen, een aantal universiteiten. En dit zijn partijen die allemaal al eigenlijk goed aan de slag zijn met het verduurzamen van hun onderwijsinstellingen. Nog even in een korte vogelvlucht een aantal dingen die wij bijvoorbeeld binnen ons programma opleveren en die wellicht ook interessant voor jullie zijn. Samen met de cultuursector hebben we een zero waste tool ontwikkeld. Die kunnen alle cultuurinstellingen gebruiken om zo te zorgen dat je minder afval binnen je cultuurinstelling krijgt. We hebben een wegwijzer circulair inkopen. Die is ook voor onderwijsinstellingen heel goed om mee te werken.
We hebben een inspiratiegids laten maken aan de slag met het voorkomen en verminderen van verpakkingsafval binnen uw bedrijf. Ik denk wellicht ook interessant voor jullie. We hebben een 2-jaar programma gehad en het ging ook over afvalpreventie en afvalscheiden op lagere en middelbare scholen. Daarvoor zijn ook heel veel handige hulpmiddelen ontwikkeld, maar bijvoorbeeld ook deze aan de slag met school, aan de slag met afval op jouw school. We hebben een afvalbakkenoverzicht gemaakt voor kantoren, waarin je dus met prijzen en producenten erbij om. Het is ook maar een greep, maar het geeft je wel een beeld van wat zijn de mogelijkheden als je afval wil gaan scheiden binnen je kantoor. We hebben posters en pictogrammen ontwikkeld. Die pictogrammen zijn ook bedoeld zodat we eigenlijk allemaal in Nederland dezelfde taal spreken op het gebied van afvalscheiding. Dus als overal in Nederland dezelfde iconen en kleuren worden gebruikt voor afvalscheiden, dan weet je op elke plek wat je moet gaan doen. Nou, de wegwijzen afvalvrije kantoren. Voor hotels is er eigenlijk ook een flyer ontwikkeld met de hotels samen met een koplopergroep. Nou, waarin staat wat je als hotels in samenwerking kunt doen naar een meer circulaire bedrijfsvoering. Afvalvrije festivals. En een van de resultaten uit de werkgroep afval die we met de hogescholen hebben, is een beslisboom duurzame koffiebeker. Want wij kregen de vraag vanuit de onderwijsinstelling van, nou, wij worstelen eigenlijk met die vraag van wat is nou een goede keuze voor een duurzame koffiebeker. En daar hebben wij de Partners for Innovation onderzoek door laten doen. En daar die zal zo meteen gepresenteerd worden. Even kijken, hier heb ik een kleine uitsnede van die beslisboom. Die kan je ook vinden in onze kennisbibliotheek. Als je naar www.vangbuitenshuis.nl gaat en je zoekt op beslisboom duurzame koffiebeker, dan kom je er vanzelf. En tot slot, ik ben helemaal buiten adem. Nou, misschien voor in de agenda op 5 juli organiseren we een online lunchlezing over innovatief inkopen voor mensen die dat interessant vinden. Die kan je gewoon gratis aan deelnemen. En 1 tot, nou, dat staat hier 5 november, maar tot 4 november hebben we ook de Inspiratieweek Bedrijfsafval. En daar zullen ook een aantal ondernemers waar ik net over sprak, de voorbeelden presenteren wat zij doen. Als je hier meer over wil weten, kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Die kan je ook vinden op www.vangbuitenshuis.nl. Of je mag mijn contactgegevens staan hier ook. Je mag me altijd even bellen of mailen als je vragen hebt. Nou, ik hoop dat ik binnen de tijd ben gebleven. dus dan geef ik nu het woord aan Ingeborg. Ik ben gemute. Dankjewel. Dankjewel, Jennifer. Ik ga even mijn scherm delen. Ja. Ik hoop dat het gaat een beetje traag, maar komt eraan. Ik hoop dat het allemaal te zien is nu, zo ongeveer. Ja, dat is correct. Oké. Goed, nou, dankjewel voor de introductie. Ik ga dus iets vertellen over de beslisboom duurzame koffiebekers voor kennis- en onderwijsinstellingen. En die is ook specifiek voor deze instellingen. Nou, dan ga ik ook weer even kijken hoe dat nou moet met de volgende pagina. Ja, eerst even introductie van mezelf. Ik ben dus Ingeborg Gort. Ik werk bij Partners for Innovation als adviseur duurzame innovatie. En ben vooral bezig met het sluiten van kunststofkringlopen. Collega's van mij die hebben ook geholpen met het ontwikkelen van deze beslisboom. Ik ben degene die het mag presenteren. Ik heb het wel geleid, het project. Dus ik denk dat het een heel mooi resultaat is. Naast dat ik voor Partners for Innovation werk, ben ik ook sectorcoördinator van Circo voor kunststoffen. Circo is een netwerkorganisatie die ondernemers helpt om circulaire stappen te zetten door middel van circular design. En in de chat zal ik daar ook nog straks een aankondiging voor doen.
achtergrond en doel van deze beslisboom is eigenlijk dat we zien dat binnen onderwijsinstellingen koffiebekers een heel zichtbare afvalstroom zijn. Vandaar ook die vragen van Jennifer kreeg. En dat ze ook echt heel veel het onderwerp van discussie zijn over duurzaamheid. En we zagen dat het gewoon inderdaad lastig is om nou een goede keuze te maken. En het heeft te maken met een heleboel factoren waarom het lastig is om die keuzes te maken. En daar ga ik straks even wat verder op in, wat die factoren allemaal zijn. En daarom hebben we deze tool dus ontwikkeld om juist de instellingen te ondersteunen in de keuze voor de keuze eigenlijk als voor het gebruik ook van duurzame koffiebekers. Nou, dat hebben we gedaan met input van de hogescholen die jullie en universiteiten trouwens ook en ook MBO die hier staan afgebeeld. En in opdracht dus van Rijkswaterstaat en van Vang Buitenshuis. Nou, en we hebben niet alleen maar de beslisboom opgeleverd die jullie hier als plaatje aan de rechterkant kunnen zien, maar ook nog een achtergronddocument. Dus er is heel wat uitleg te geven bij alle stappen. En die staan ook nog gewoon allemaal goed na te lezen in dat achtergronddocument. Nou ja, ik kan me voorstellen dat in het publiek ook veel mensen van de kennisinstellingen en onderwijsinstellingen zitten. Dus die zullen vast ook heel geïnteresseerd zijn in waar we dit nou hebben op gebaseerd. Hè? En daar ga ik dus niet allemaal op in. Maar het is wel handig om misschien een keertje terug te kijken. We hebben niet alleen maar naar eenmalige of herbruikbare bekers, maar ook naar eenmalige bekers gekeken. En niet alleen maar naar, laten we zeggen, rapporten die er zijn, maar ook naar praktijkonderzoeken die er zijn geweest. En redelijk recent allemaal, de meeste in ieder geval. Die factoren waar we dan allemaal rekening mee moeten houden als kennisinstelling of hogeschool, dat zijn er best wel wat. Wij denken dat een van de belangrijkste ook is de ambitie van de hogeschool zelf. Dus willen ze de eenmalige beker optimaliseren en daar een duurzame keuze in maken? Of willen ze eigenlijk het duurzaamste alternatief, op de duurzaamste manier koffie schenken? Of willen ze kijken naar bepaalde, gewoon het afval verminderen wat ze hebben binnen de hogeschool? Dus dat zijn eigenlijk best wel verschillende insteken die je kan hebben als een hogeschool. En dat dat hebben we ook in de beslistool verwerkt. En daarna gaat het natuurlijk over wat heb je qua faciliteiten ook bijvoorbeeld, hè, om dit überhaupt mogelijk te maken op een hogeschool. Dus je kan dat niet alles gaan aanpassen op je koffiebeker, denken wij. Gelegenheden om keukens, om bekers bijvoorbeeld af te wassen die herbruikbaar zijn? Of heb je dat niet? Ook wel ruimte of opslag om dat bepaalde bekers op te slaan. Nou, niet alleen de herbruikbare bekers, maar ook eenmalige bekers die je moet opslaan als ze gebruikt zijn, voordat ze weer worden opgehaald. En heb je daar ruimte voor bijvoorbeeld? En het geldt ook van hoeveel bekers heb je eigenlijk? Hoeveel bekers worden er eigenlijk gebruikt binnen de hogeschool? Want als dat er, als het eenmalige bekers zijn, dan moet je toch een bepaald volume hebben. Wil je een bepaalde keuze maken voor een bepaalde beker? Dus en een bepaald systeem wat er dan weer bij hoort. Daarnaast is het ook wel handig om te weten wat je personeel wil doen en bij kan dragen. Willen ze zelf dingen afwassen, inzamelen, scheiden of niet? En dat geldt misschien niet alleen voor je personeel, maar natuurlijk ook voor de studenten. En wat zijn jouw middelen en capaciteiten om gedrag van verschillende doelgroepen eigenlijk die je hebt ook te beïnvloeden? Want het gaat toch ook wel heel erg veel over gedrag. En dan heb je ook nog een paar externe factoren waar je rekening mee moet houden eigenlijk. En dat is bijvoorbeeld, kan je ook samenwerken met externe aanbieders, koffieaanbieders in de buurt, als je daar veel van hebt en het beïnvloedt jouw bekers, een bekergebruik die je, of het afval wat je hebt bijvoorbeeld. Als je bijvoorbeeld kiest voor, of er komt uit de tool dat je voor eenmalige of herbruikbare on-the-go koffiebekers gaat kiezen,
Dan moeten die ook wel, moeten je koffieautomaten er ook wel weer geschikt voor zijn. Die ga je ook niet allemaal vervangen. Nou, dan kan je nog eens kijken naar als je kijkt naar je bekers die je hebt, hoeveel bekers komen daar eigenlijk extern van vandaan. Dus dan gaat het ook weer over de eenmalige bekers. En de niet de herbruikbare, maar ja, hoeveel externe bekers zijn er eigenlijk? Het zijn best wel veel factoren waar je rekening mee moet houden om ja, te bepalen welke bekers nou eigenlijk de duurzaamste bekers zijn voor jouw instelling. En wat je kan doen. Nou, we hebben, ik ga jullie niet helemaal door die tool heen leiden. Omdat die gewoon heel gemakkelijk te downloaden is. En dat je dat het beste zelf kan doen. Daarom leid ik jullie eventjes naar de vier opties voor hergebruik. En ook vier opties voor eenmalige bekers. En welke end-of-use scenario's erbij horen. Nou, als eerste hebben we eigenlijk een systeem dat helemaal gesloten is en wat uit herbruikbare bekers bestaat die je op locatie dus gebruikt. En dan zie je wat je daarvoor nodig hebt, is dat je dat op locatie ook gewassen moet worden en dat je bijvoorbeeld nou ja, ook je keukentjes nodig hebt of pantries die daar een vaatwasser hebben om die bekers weer te wassen. Nou, daar hebben we ook een aantal tips weer voorbij om wel het gedrag te stimuleren dat je de bekers niet te vaak wast. Dat je de handelingen zoveel mogelijk minimaliseert. En dat je ze bijvoorbeeld ook dat je ze op een zichtbare plek bijvoorbeeld neerzet. Sorry, ik krijg een beetje een droge keel hier. Daarna kan je bijvoorbeeld, als het eruit komt dat je kan samenwerken met externe partijen, dan kan je ook kijken naar een poolsysteem met statiegeldbekers. En dat ligt dan een beetje aan hoe groot je dan weer bent als hogeschool zijnde. Maar daar heb je ook weer een aantal voorbeelden van. Bijvoorbeeld Recup of Freiburg Cup. Ik zie al iets voorbij kunnen komen van Billy Cup, maar je hebt daar al echt extreem veel voorbeelden wat voor poolsystemen je daar kan opzetten. Je kan ook uitkomen bij het stimuleren van het gebruik van herbruikbare meeneembekers. En daar heb je ook allemaal suggesties en tips hoe je dat zou kunnen doen. Je kan natuurlijk gratis weggeven of aan je studenten die herbruikbare bekers. Kijk, ik krijg even een glaasje water. Dat is heel aardig van mijn collega. je kan bijvoorbeeld dit stimuleren door kortingen te geven of anderszins hebben we daar ook heel veel tips staan hoe je dat kan stimuleren. Daarnaast zien we dat het ook een goede optie is om wegwerkbekers te vaker dan één keer te gebruiken. Dus dat je daar ook een hergebruikoptie hebt, wat heel veel helpt in het verduurzamen van deze route. Dus dat zijn vier opties voor hergebruik. Dan gaan we naar de volgende pagina. Even kijken, dan komen we bij de verwerkingsroutes voor eenmalige bekers. Dus dat gaat dan echt over de eenmalige bekers. Als je niet op hergebruik uitkomt. Nou, we zien natuurlijk dat je eigenlijk vaak uitkomt op verschillende systemen als kennisinstellingen. Dus zowel voor bepaalde doelgroepen zal je op herbruikbare uitkomen en voor bepaalde doelgroepen binnen je instelling op eenmalige bekers. Nou, en daar in deze vier opties, ik zit even naar de tijd te kijken, want het gaat al hard, zie ik. Die zal ik dan nu niet meer helemaal toelichten, maar deze vier opties die hebben we helemaal uitgewerkt. En het ziet er gewoon, je ziet, het is heel belangrijk van wat de verwerkingsroute is, daar baseer je je keuze op type beker. En dan kan je een kartonnen nemen en ook nog een kunststoffen. Het zal niet veel voorkomen.
Je kan een kartonnen nemen met een PLA-coating of je kan een kartonnen beker nemen met een PE-coating. Dus dat zijn de verschillende bekers en verwerkingsroutes die je dan kan kiezen. Dan zijn er recycling van de kartonnen beker in een specifieke route. Dus eigen route en je hebt recycling met een PMD-route. Als je dat kan regelen natuurlijk met je afvalverwerker. Maar daarnaast heb je nog het composteren, vergisten en het verbranden. Dat zijn eigenlijk de vier routes. Nou, deze even kijken. Ik denk dat ik gewoon even deze skip vanwege de tijd. Waar kan ik het terugvinden? Je hebt via Jennifer ook al, die heeft ook al laten zien waar je het binnenvang buitenshuis kan vinden. Maar dit is de directe link. Zo ziet de websitepagina er ook uit. En daar kan je zowel dus het achtergronddocument vinden als de beslisboom zelf. Even mijn presentatie. Dus dank jullie wel voor het kijken. En als jullie vragen hebben, dan hoor ik natuurlijk graag wat aan het einde van de sessie. Dus dan geef ik nu het aan Rachel. Ja, nou, dankjewel Ingeborg dat je het stokje overgeeft. Ondertussen gaat Rob mijn presentatie delen, want dan denk je, Rachel, jij bent zeer adequaat docent en moet digitaal zijn, maar WebEx is toch weer even net ietsje anders. Nou, mijn naam is Rachel. Ik werk bij de opleiding Facilitair Management van de Haagse Hogeschool. En ik werk als onderzoeksdocent bij het kennisplatform Mission Zero. En daar weer het lectoraat Circular Business. En ik doe al bijna een jaar passievol onderzoek naar circulaire bedrijfsvoering. Rob, de volgende sheet graag. Want waarom doe ik dat? Nou, de afgelopen jaren ben ik gigantisch veel op stagebezoek geweest bij allerlei facilitair managers en bedrijven met allemaal circulaire doelen. En ze hebben allemaal uitdagingen, want iedereen wil iets met zijn restafval en met zijn grondstoffen en zijn duurzaam. En elke keer kreeg ik de vraag, Rachel, hoe gaan we dit dan fixen? Nou, ik zie dat alle bedrijven vol zijn met beleid en strategie en goede voornemens. Maar die mensen op de werkvloer, die hebben best een issue, want die moeten die circulaire bekers gaan doen, dat afval verminderen. En behalve dat zag ik vooral een mind the gap met duurzaam gedrag, want het staat of valt bij het gedrag van mensen. Volgende slide graag op. Nou, samen met mijn collega's Frans en Thomas en met 1000 studenten doen wij onderzoek uiteindelijk heel officieel naar handelingsprotocollen voor facilitaire professionals om duurzaam gedrag, gebruikersgedrag te stimuleren. Wij doen praktijkonderzoek. Wij zijn gefinancierd door het regieorgaan SIA, FRAAK SIA. En ik doe dit samen met dienstjustitiële inrichtingen. Dus onze studenten gaan ook naar gevangenissen. We doen dit met FM Haaglanden op de Rijnstraat, die weer heel fors in die duurzame bekertjes zitten. Dus we hebben echt een hele mooie coalitie om onderzoek te doen. Maar vooral de vraag is, wat doen we? Nou, de volgende slide. Dit is een van de onderzoeken die we hebben ingezet, namelijk de afvalbak. Ik heb de afgelopen 2 jaar gigantisch veel afvalbakken gefotografeerd. En dit zijn drie foto's van afvalbakken bij ons op de Haagse. En ik denk dat jullie dit allemaal herkennen. Bakken die verkeerd gevuld worden, bakken die op plaatsen staan waardoor ze hetzij leeg staan of hetzij helemaal volgepropt worden. En als er geen bak is, dan wordt afval maar ergens neergekwakt, waar schoonmakers weer last van hebben. Degene die het ophaalt, bij ons de Renewi, die heeft er allemaal last van. Bekertjes, dat is onderzoek van RWS, wat allemaal niet gerecycled kan worden omdat er veel te veel vocht in zit. Dus samen met mijn studenten doe ik daar onderzoek naar. Nou, waar komen wij uit? Wij hebben heel veel vragen bij vormgeving van afvalbakken. Jennifer vertelde, Ingeborg, van wij hebben een mooie handleiding over afvalbakken. Ondertussen heb ik studenten van IPO, Industrieel Productontwerp, aan me verbonden. Want ik denk dat de innovatiekracht van jonge studenten echt nog een forse zwaai kunnen geven aan afvalbakken. En Rob gaat er zo meteen ook nog wat over vertellen, want die doet ook fantastisch onderzoek met studenten. Nou, het gebrek aan afvalbakken of te veel afvalbakken is ook een issue. Namelijk, als je te veel afvalbakken hebt, dan zijn ze niet goed vol. Gaan er weer halve zakken weggevoerd worden.
de plaats van afvalbakken. En wat heel belangrijk is, de heelheid van afvalbakken. Want als een afvalbak gewoon kapot is, stimuleert niet om het goed te verzamelen. En wat heel boeiend is, is ook het volume van de afvalbak. Bij ons op de hogeschool is het vorig jaar aanbesteed. Men heeft verkozen voor deze type afvalbakken. Op het ogenblik hebben we nog relatief weinig studenten. Ik hou mijn hart vast vanaf september of de grootte van de afvalbakken toereikend is. Nou, met ons onderzoek, wat doen we? Studenten kijken naar eigenlijk al deze aspecten. Ik heb ook een student op het ogenblik op gamification. Want onze ambitie is om per 1 september alle studenten van de faculteit management en organisatie een training, hoe scheid ik mijn afval, om echt die bewustwording, dat gedrag, een bijstelling te geven. En behalve dat, en daar zit ook mijn lector Mark Mobach in, die vorig jaar de Deltaprijs heeft gewonnen, waar wij echt vanuit ons kenniscentrum kijken. Het gaat over production of space. Een afvalbak staat in een ruimte en eigenlijk die afvalbak moet een soort van een faciliteit zijn wat je helpt om je welzijn en dus ook dat afval goed te scheiden. Nou, de volgende slide graag op. Nou, dit hoeven jullie allemaal niet te lezen, lieve mensen die hier zitten te kijken. Maar het bijzondere van ons onderzoek is dat wij dus dat samen in een helix doen van de beroepspraktijk. Daar waar het gebeurt, het onderwijs en onderzoek. En juist dat onderwijs proberen wij echter in te fietsen, zodat studenten niet alleen leren hoe zij zelf duurzaam kunnen zijn en hoe zij in hun vakgebied ook duurzaam kunnen zijn. Maar dat we eigenlijk ook echt kennis toevoegen aan de beroepspraktijk. Wat ik zei, ik doe dat met alle studenten van de opleiding FM. Ik heb IPO-studenten, ik heb studenten van elektrotechniek. Ik ben bezig met mijn sensoren bakken. En dit alles moet leiden naar heel duurzaam gedrag. En dat het voor al die facility managers in de beroepspraktijk, dat die met plezier werken aan verduurzaming. Ik kan er nog heel veel meer over vertellen, maar volgens mij moeten we nu overgaan naar Rob. Ja. Want Rob, jij doet het met de Willem de Koning. Ik vond het super tof om jou te ontmoeten de afgelopen maanden, want jij hebt ook zo'n mooi verhaal. Ja, dankjewel. Ja. Gebeuren mooie dingen in Nederland, gelukkig. En even de volgende weer. Zwerfvuil is ook een probleem. En bij ons op terrein lag allemaal zwerfvuil, maar we kwamen erachter dat deze jongens er ook debet aan zijn. Vogels, die halen gewoon allemaal boterhammen en dergelijke uit de afvalbakken en mikken zo het plastic eruit. Het is wel grappig dat dat gebeurt. En dus je had dus ook je afvalbak buiten zodanig moeten aanpassen dat de vogels er niet bij kunnen. Wij hebben hele bijzondere afvalbakken die niet te bereiken zijn of die veel te zwaar zijn om te openen. Zodat leerlingen op een leuke, originele manier worden gewezen op het feit dat het toch wel normaal is dat je het afval in de afvalbak gooit. En als je zegt van de meeste mensen gooien hun afval in de afvalbak, dan schijn je als mens daar aan deel te gaan nemen omdat je eenmaal een kuddedier bent. En de manier waarop dat je het zegt, dat schijnt heel belangrijk te zijn. Er zijn bureaus en psychologen heel erg ver in om je te helpen bij hoe je met zwerfval om kunt gaan. En deze bak die is bijvoorbeeld niet te bereiken. Daar kun je met op afstand kun je dus het afval in die bak proberen te krijgen. En wij doen dan weer spelletjes met die leerlingen. Een trash challenge. En dan moeten ze het leukste filmpje maken over hoe ze het afval in de afvalbak hebben gekregen. En dat geeft gewoon een positieve vibe en een energie om dat vervelende, dat afval in de afvalbak gooien en niet zomaar op straat, dat vorm te geven. Dus probeer leuke manieren te vinden om met jongeren samen tot een betere wereld te komen. Nou, hebben wij opleiding Human Technology en die kun je gewoon elke opdracht geven. Je ziet hier dat ze opdracht hebben gekregen om de SDG's als eyecatcher in de school te krijgen. En daar zijn hele mooie ideeën uit voortgekomen, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Er was een leerling die dacht na over asbakken. Je mag tegenwoordig in de school niet meer roken, maar wel voor de school. Maar doe het dan als een fiets, want dat geeft aan dat je beter kunt fietsen dan die checkies te roken. En wees gezond en zo. Dus het was een leuk idee. Qua afvalbakken hebben ze bedacht van het zou leuk zijn als je gewoon een complimentje krijgt met een smiley.
En als je er iets in gooit, en dat kan dan op zonnepanelen worden aangestuurd, zodat het ook nog eens duurzaam is. We hebben afvalbakken bedacht waarbij de tegels oplichten als je voor de afvalbak staat. Dat geeft een extra incentive om er naartoe te lopen en het geeft je een goed gevoel. Deze afvalbakken hebben displays waarbij je kunt nadenken wat je erop gaat zetten. En misschien geef je weer hoeveel afval erin terecht is gekomen. Dat kun je wegen en dan weer aangeven. Waarom zou je niet heel goed laten zien dat plastic geshred kan worden? Dat is gewoon een heel mooi proces. En je kunt er een knopje drukken en dan shredt hij. En kun je in deze transparante afvalbak zien waar het plastic blijft. Het moest veilig zijn, dus daarom zit die grote opening erop. Een andere leerling heeft iets heel simpels bedacht. Dacht aan hollebolle Gijs, waarvan ik gehoord heb dat hij trouwens in de coronatijd 20 kilo is afgevallen. Maar hij dacht van, ja, waarom geef je niet gewoon een compliment? En de complimenten staan hier, die kun je zo verkrijgen. En nou ja, als je het afval in de goede bak gooit, dan krijg je dus dat je een geweldig persoon bent, of dat je een held bent, of whatever. Een andere dag van geïnspireerd op een boom. Nou ja, je moet afval scheiden. Dat kan aan twee kanten hier in dit geval. Dus je kunt gewoon je studenten aan het werk zetten om leuke, inspirerende afvalbakken te maken. En natuurlijk kun je die niet in heel de school zetten, maar zo ergens in de school als eyecatcher is altijd leuk. We hebben nog iets nieuws bedacht. Dat is een circulair materialen ecosysteem. En dat wil ik jullie even in het filmpje laten zien. Ik hoop dat die het doet. Even kijken. Komt-ie. Voor het Koning Willem I College is een circulair materialen ecosysteem bedacht. Kort gezegd, een CME. Maar wat houdt dat nou in? Als we kijken naar afval van de school, gaat het vooral over papier, plastic en GFT. In het land van het Koning Willem I College ligt de school als een dorp. Je hebt er werkplaatsen voor koude techniek, kappers, bouw, metaal, tweewielers, ICT, autotechniek, meubel, zorg, mode, horeca, sociale zaken, communicatie, tandartsen, 3D-lab, kind en educatie, etc. In die werkplaatsen leren studenten onderhoud en reparaties uit te voeren aan airco's, woningen, bruggen, fietsen, computers, auto's, meubilair, medicijnen, kleding, kantoorartikelen, plastic, knutselspullen, etc. Dit om de levensduur te verlengen. Studenten leren producten die niet meer bruikbaar zijn te demonteren tot losse onderdelen of grondstoffen als metalen, hout, papier, geschred plastic, etc. Daarna kan het upcyclen beginnen tot nieuwe producten. Om vraag en aanbod te verbinden, gaan we een driedubbele app van de school maken die werkt als marktplaats voor spullen, Vinted voor kleding en no waste voor voedsel dat gered moet worden. In het ecosysteem kunnen producten, materialen en grondstoffen van de ene werkplaats bruikbaar zijn voor de andere. Ook kunnen studenten en medewerkers kleding en apparaten inleveren of restmateriaal afnemen. De app verbindt dat. Met dit idee hopen we de circulaire toekomst in te gaan waarin afval voedsel wordt voor modern onderwijs. Ja. Dus even resumerend, je hebt allemaal afdelingen, er gebeurt van alles. Daar kunnen spullen in hergebruikt worden, maar we leren onderhoud en reparaties te plegen. Dan moeten we ook weer steeds meer gaan leren, willen we de circulaire maatschappij in. En niet meer weggooien en dan iets nieuws kopen, maar repareren en onderhoud. Dingen opknappen, dingen demonteren. Vanuit de verschillende onderdelen weer zaken herfabriceren. En uiteindelijk het laatste wat je doet is recyclen en dan storten of er energie van maken. Maar eigenlijk moeten die grondstoffen gewoon allemaal in de cirkels blijven. En om van elkaar op de hoogte te stellen van wat iedereen over heeft en waar een ander blij van kan worden en zo, zou een app kunnen bouwen.
In het land van het Koning Willem I, maar elke school kan dat doen, want je hebt allemaal al deze afdelingen. Probeer dat te verbinden met elkaar met een app. En het leuke is dat die app ertoe leidt dat spullen niet meer via busjes en zo vervoerd hoeven te worden, maar je neemt het mee naar school en je geeft het aan een ander en die neemt het weer mee naar huis. Dus je hebt geen transportkosten. Je bent een community, je wekt zo dat idee op en eigenlijk ben je gewoon een samenleving waarin je ja, het voorbeeld kan gaan geven in de toekomst over hoe zo'n school en hoe wij allemaal circulair kunnen gaan werken en denken. En dit is de app van onze school. En er zou dan het laatste gedeelte hieronder, Maak een ander blij app, hebben we hem even genoemd, toegevoegd kunnen worden. Ik wist niet dat we het hadden, maar dit is funderende basiseducatie, waarbij echt niveau 1 leerlingen binnenkomen die vaak vluchtelingen zijn of uit het buitenland komen en nog moeite hebben met de taal. Die hebben het niet breed en die zijn hartstikke blij met van alles wat andere leerlingen gewoon hier neerhangen. En zij kunnen het aantrekken en meenemen. En dat geldt zo voor een heleboel spullen. Maar waarom doen we dit niet op de hele school? Waarom brengen we elkaar niet op de hoogte van wat we over hebben via een app? Daar zijn we nu over na aan het denken. En dan gaat het echt, we hebben een tweewieleropleiding, waarom kun je je fiets dan niet laten repareren? Auto's kunnen bij motorvoertuigen gerepareerd worden als je daarvoor kiest. Als je de zekerheid wil hebben dat er niks fout gaat, moet je naar een garage gaan. Maar als leerlingen eraan kunnen leren en het kan niet fout gaan, nou ja, kun je je auto naar die afdeling brengen. Computers naar de ICT-afdeling, kleding kan naar fashion en design. En zo zou je gewoon een hele nieuwe manier van onderwijs kunnen opzetten, waarin je als een soort kringloopwinkel gaat werken of als een repaircafé. We gaan het upcycle specialist noemen of zo. En ook de school gooit vaak meubilair weg of bureaus en dergelijke. Nou, je zou kunnen aangeven wie het wil hebben, neem het mee. Wees er blij mee. En zo zou je dan als school het voorbeeld kunnen geven om de toekomst in te gaan in een circulaire economie waarvan we zeggen dat we in 2050 100% circulair zijn, nou dan is er nog wat te doen. De school heeft gelukkig ook niet commercieel te denken, dus wij kunnen wel alvast leren hoe het eigenlijk zou moeten in de toekomst. En we kunnen zo ja, aangeven wat die circulaire economie voor gaat stellen. Dus we zijn er al mee bezig met een versnellingstafel en we krijgen hulp van Maureen Ode, is bijvoorbeeld lector circulaire economie in het MBO, ik moet zeggen practor, sorry. En Anouar, die je daar ziet, is van het HBO, die denkt mee. En zo zijn er verschillende partijen die het ook allemaal wel leuk vinden. En we hopen dit op te gaan zetten in de school. Nou, als je er meer van wil weten, daar is de website. En we zijn bezig om hier de school voor warm te krijgen. Oké, dat was mijn bijdrage. Dan zou ik Jennifer nog willen vragen of er vragen zijn. En dan hebben we eigenlijk nog 3 minuten voor. Moet ik jou het woord geven? Of nee, ik heb mezelf al weer op. Ja. Nou, er wordt wel in de chat wat heen en weer gevraagd en gedeeld. Ik heb zelf ook al op een aantal vragen wel antwoord gegeven. Even kijken, ik had hier nog eentje opgeschreven. Jan Willem die zei, waarom zou je niet alles op de koffiebeker willen aanpassen, omdenken? Dus kun je niet, misschien wil Jan Willem, als hij nog aanwezig is, zelf nog even daarop reageren of nog even zijn vraag stellen. Maar misschien is hij ook niet meer aanwezig, dat weet ik niet. Nou, of hij kan het niet zeggen. Oh god. Nou, hij kan zichzelf denk ik wel unmuten, of kan dat niet? Ja. Nou. Ja, misschien kan ik daar anders nog een antwoord op geven. Ja. Het ligt natuurlijk wel aan ook weer aan de ambitie van je hogeschool. Dus die hebben we inderdaad meegenomen in de beslisboom. Maar aan de andere kant is koffiebeker zelf ook weer niet... het is een heel zichtbare stroom, maar het is niet de meest impactvolle stroom binnen je organisatie. Dus er zijn misschien... op een gegeven moment wordt het misschien wel een impactvolle stroom. Als je alles binnen je hogeschool al helemaal hebt aangepakt, dan blijft die misschien over.
Maar daar zou ik ook goed naar kijken. Dat je eerst de juiste dingen doet en niet zomaar begint bij de koffiebeker. Want hij is wel zichtbaar, maar niet. Het is maar een relatief. Het is een volumineuze stroom, maar hij weegt natuurlijk niet zoveel. Dus qua materiaal. Ik wil daar nog wel wat op toevoegen, Ingeborg. Vanuit facilitair context. En dat is ontzettend leuk om met studenten FM en ook technische bedrijfskunde. Het moet natuurlijk ook een circulaire bedrijfsvoering zijn, want het bekertje is de output. Ja. Maar er zit natuurlijk wat jij ook zei van de automaten moeten aangepast worden, de cateraar en overigens de grootste hoeveelheid bekers komt bij ons van buiten de school. Dus het is echt een urban management vraagstuk, dat bekertjesverhaal. Ja, het bekertje is het zichtbare uitkomst, maar er zit dus echt nog een heel verhaal omheen, de bedrijfsvoering. Exact, dankjewel. Ja, ik had ook gedacht van, nou krijgen we te horen wat we het beste kunnen doen met die bekertjes. Maar het is heel ingewikkeld, hè? En het is van heel veel factoren afhankelijk. Ja, daar schrok ik wel een beetje van, want ik had ook gehoopt het advies te kunnen geven. Maar ja, neem allemaal die beslisboom door, want die kan je echt helpen om op de juiste manier ermee op te gaan. Hij is heel situatieafhankelijk en ook doelgroepafhankelijk. En niet alleen wat je instelling zelf heeft, maar ook de externe factoren. Die Rachel al beschreef. Ook hoeveel krijg je extern binnen, bijvoorbeeld, van bekers. Ja. Is degene van Billy Cup nog aanwezig? Zou die even willen vertellen hoe dat werkt? Billy Cup. Weet jij dat, Jennifer? Ja, ik weet daar wel wat vanaf. Dat in Wageningen weet ik dat op de campus, maar ook een aantal horeca-instellingen in de stad zelf, die bieden zeg maar een herbruikbare koffiebeker aan. Dus daar betaal je volgens mij een euro statiegeld voor. En ze hebben drie formaten, dus voor espresso, cappuccino en latte nog een grotere formaat. En die beker kan je dus voor kiezen of je hem bij je houdt. Dan kan je hem gewoon weer laten hervullen bij de cateraar. De cateraar kan hem ook voor je schoonmaken. Dan krijg je weer een schone terug. Dus dan kost je dat verder geen statiegeld. En op die manier hebben ze dus en op de campus en in de stad hebben ze geen afval meer. Omdat daar met de herbruikbare Billy Cup wordt gewerkt. Oh, mooi. Heel mooi systeem. Ja. Oké, nou dan is het alweer bijna 3:50. Allemaal een hele fijne dag nog. Ik hoop dat jullie inspiratie hebben opgedaan. En veel succes met de vergroening van Nederland. En de reset die we met z'n allen tot stand gaan brengen. Oké, bedankt. Ook de sprekers. En wie weet tot de volgende sessie of tot morgen. Want dan heb je nog die mooie uitreiking van de drie prijzen. En anders veel succes met jullie business. Oké, tot ziens. Dag.